Hey, en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer een prachtig mooi herfstbloemstuk maken. Weer net even anders dan anders, dus heb je er zin in, doe er vast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijft op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. Elke zaterdag komt er een nieuwe DIY online, vol met leuke inspiratie. Nu de herfst, straks de kerst. Dus zeker leuk om eventjes te abonneren. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Van vandaag graag bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. En dan gaan we vandaag aan de slag. We gaan aan de slag met de siropen ondergrond van Oasis, de Garland. En we gaan aan de slag met Oasis Table Deco Mini. Die pak ik er even bij. Ik heb hem al even vol laten zuigen met water. Ik kreeg veel vragen van wanneer moet je nou steekschuim vol laten zuigen met water en wanneer niet. Want er komt ook regelmatig bloemstuk online met droogbloemen. Zodra je maar iets met verse bloemen werkt, dan moet hij toch echt vochtig zijn. Dus dan laat je hem vol zuigen met water. En dan kun je er extra lang van genieten. Dat heb ik nu ook gedaan, dus ik ga hem er even bij. We gaan vandaag dus aan de slag met de Oasis Table Deco Mini, de bio versie. De bio variant, die kan je herkennen aan de bruine kleur. En is biologisch afbreekbaar. Vandaag gaan we daar dus mee aan de slag. Maar we beginnen eerst met de styropor ondergrond. De buitenzijde bekleed ik met dit sisal. En dat is mooi een herfstig kleurtje. En je kan het aardig makkelijk verwerken. Ik doe het met warme lijm. Je kan ook koud lijm gebruiken of zelfs wikkeldraad. Strakker af te werken gebruik ook wat wikkeldraad om het zo een strak geheel te laten worden. Het kan zijn dat op sommige plekken nog een beetje het witte zichtbaar is, maar dan werken we straks wel weg. En anders kan je nog even een klein plukje erbij pakken. Kiezen om het frame de basis zo te gebruiken of zo, want er zit iets van bolling in. Ik gebruik hem zo, dat vind ik het leukste. En hierop doe ik dan ook de Oasis Table Deco Mini Bio, de bio variant. En die maak ik dan ook even vast met het ijzerdraadje, zodat het even stevig vast zit. Met wat blad. Ik gebruik hiervoor eucalyptus. En je kan ook eventueel nog wat losse blaadjes, wat kleine blaadjes gebruiken. Die kan je er dan een beetje kort overheen steken. Dat doe je door net boven het blaadje af te knippen of af te snijden. Dan kan je eigenlijk de hele stam gebruiken.
heb ik wat mooie bonsai takjes. Past er ook mooi bij. Kijk even aan hoe die mooi valt. En die zet ik even vast met een krammetje. En dit doe ik aan twee kanten. Dan heb ik deze grappige pompoentjes. Heel mooi in het velvet. En die doe ik in het midden. Wat van dit mooie mos. En die doe ik een beetje onder. Zodat het schaaltje van de Oase Table Deco Bio variant. Dat die ook mooi weggewerkt is. Een mooie trotsroos en wat katamers. En dan vul ik hem voor de rest op met mooie herfstmateriaaltjes. Ik heb allerlei mooie droogmateriaaltjes die ik daarvoor gebruik. En je kan hiervoor lijm gebruiken of een krammetje wat je zelf fijn vindt. Op de verse materialen kan je het beste koud lijm gebruiken, want dan maak je geen brand. Dat geeft geen verbranding. Let goed op dat je alles goed schuin aansnijdt, is altijd heel belangrijk. En dan is dit het resultaat. Dit is toch gewoon echt prachtig. En heel mooi uniek. Straks met kerst kan je hem ook weer leuk opnieuw opmaken. Voor de lange houdbaarheid spreek ik hem nog in met Floralife Finishing Touch Spray. Even vanaf een afstandje kan je er extra lang van genieten. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. En blijf op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En wil je het graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl en dan kan je zelf aan de slag. We zenden naar heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En dan zie je mij weer bij een volgende video. Doei!